In de NRC van gisteren stond een groot artikel over femicide. Vrouwen die vermoord zijn door hun partner of ex-partner. De verhalen zijn hartverscheurend. Zo was er een vrouw die maar liefst 20 keer melding maakte bij de politie over bedreigingen, maar er werd steeds niets mee gedaan. En uiteindelijk is ze door haar partner vermoord. Haar verhaal is helaas geen uitzondering. Het is een indrukwekkend en pijnlijk artikel waarbij mijn maag zich regelmatig omkeerde door de gruwelijkheid van de moorden en het schrijnende uitblijven van hulp voor vrouwen die al eerder aan de bel getrokken hadden over de gevaarlijke situatie waarin zij zich bevonden. Femicide komt in Nederland iedere 8 dagen voor. En volgens Debbie Maas, bestuurder bij Veilig Thuis, neemt het aantal moorden op vrouwen zelfs toe. Maar er is geen landelijk plan van aanpak. Instanties werken niet samen om vrouwen te beschermen. En signalen van dreigend gevaar worden niet altijd herkend door zorgverleners en de politie. Daarnaast staat het bij geen enkele politieke partij hoog op de agenda. Terwijl, en ik zeg het nog maar eens, iedere 8 dagen een vrouw in Nederland het slachtoffer wordt van femicide. We moeten dit voorkomen. En we zouden dit ook beter kunnen voorkomen, want de omstandigheden die voorafgaan aan deze vrouwenmoorden volgen vaak eenzelfde patroon. De relaties beginnen over het algemeen heel liefdevol, met als opvallend detail dat de vrouwen overladen worden met cadeaus. Maar al snel gaat de man steeds meer controle over zijn partner uitoefenen en haar manipuleren. De vrouwen mogen niet meer uitgaan, er wordt spyware op hun telefoons geïnstalleerd en ze worden geïsoleerd van hun familie en vrienden. Vaak is er ook sprake van fysiek of mentaal geweld. En tragisch genoeg worden de vrouwen, juist wanneer ze de man afwijzen of de relatie proberen te beëindigen, vermoord. Maar doordat we zo weinig weten over femicide en de patronen die eraan voorafgaan, herkent de omgeving deze signalen niet. En erger nog, herkennen de politie en andere instanties deze signalen ook niet. Dat komt ook door de beeldvorming rond femicide. We denken vaak dat de slachtoffers wel naïeve vrouwen moeten zijn. Maar uit het artikel blijkt dat het net zo vaak vrouwen zijn die juist voor zichzelf opkomen en weggaan bij hun man, wat ze met de dood moeten bekopen. Ook komt femicide in alle lagen van de bevolking voor, bij alle culturele en religieuze achtergronden. De politie is vaak niet in staat om verschillende meldingen en signalen met elkaar te verbinden en op die manier het gevaar dat de vrouwen lopen in te kunnen schatten. Ze zien het als losstaande incidenten in plaats van gedrag dat kan escaleren in femicide. De politie en zorg- en veiligheidsinstanties moeten beter gaan samenwerken en de gevaarlijke signalen op tijd leren herkennen, zodat deze gruwelijke moorden voorkomen kunnen worden. Want we mogen niet langer accepteren dat in Nederland vrouwen zoveel gevaar lopen achter hun eigen voordeur. Femicide is nu in de publiciteit en dan is er even aandacht voor, maar straks zakt deze aandacht weer weg en wordt er weer geen concreet beleid gemaakt. Een eerste stap zou al zijn als de politie en verantwoordelijke instanties op de hoogte zouden zijn van de signalen die voorafgaan aan femicide, deze serieuzer zouden nemen en handvatten krijgen van de politiek om hier concreet actie op te kunnen ondernemen. Ook heeft een groot deel van de daders psychische problemen, waar zorgverleners beter van op de hoogte moeten zijn en op moeten kunnen acteren. Elke vrouw die slachtoffer wordt van femicide is er één te veel. We leren meisjes dat ze moeten uitkijken voor enge mannen in de bosjes, terwijl het grootste gevaar voor vrouwen schuilgaat in het samengaan met hun partners en het uitblijven van hulp wanneer het misdreigt te gaan. Het is onze maatschappelijke plicht om ervoor te zorgen dat liefde nooit een doodsvonnis wordt. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.